Vlaanderen heeft 50 miljoen euro klaar liggen voor 10 voetbalstadions. Die moeten dan wel tegen 2017 af zijn. Antwerpen is één van die stadions en kan rekenen op 5 miljoen euro dat het mag lenen. En dat verandert voorlopig niet, zegt minister Muiters. Want stad en haven hebben hem nog niet officieel laten weten dat zij hun bijdrage voor het stadion voor andere doeleinden voorzien. Ik kan daar alleen maar akte nemen van wat ik daar heb vernomen. Want ik heb niks officieel vernomen, dat wil ik erbij zeggen. En het is in elk geval zo dat met de gegevens die ik vandaag heb, ik nog geen enkel stadion zie dat niet tegen 2017 zou gerealiseerd kunnen worden. Ik heb ook begrepen dat de stad Antwerpen zegt dat ze na oktober 14 een definitieve beslissing zou nemen. En dat zou natuurlijk een andere zaak kunnen zijn. En wat mij betreft, zolang dat die deadline van realisatie tegen 2017 mogelijk is, wil ik geen enkel van die dossiers begraven, tenzij dat zou gemeld worden. Een voorwaarde voor Vlaanderen blijft wel dat zowel Antwerp als Beerschot naar het nieuwe stadion trekken. Haken stad en haven na de verkiezingen definitief af, of wordt de deadline van 2017 onmogelijk, dan zal ook Vlaanderen zijn dossier herzien. En zal de 5 miljoen euro voor Antwerpen dus wegvallen.